oprecht. Oh, dit is echt heel... Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Op Instagram heb ik aan jullie gevraagd wat jullie favoriete plekjes in Amsterdam zijn. En oh, wat hebben jullie weer geweldige antwoorden ingestuurd. Allemaal super nuttige en leuke locaties. En vandaag ga ik proberen ze allemaal te bezoeken. Maar voordat we doorgaan, bijna 80% is niet geabonneerd op mijn kanaal. Dus klik even op dat abonneerknopje. Dan gaan we nu door naar de eerste locatie. Nou, gaan we even kijken. Hey, kom erbij. Stel jezelf even voor. Ik ben Volkert. Volkert, en wat doe jij? Ik doe mee vandaag. Je bent een vette TikToker. Ja. Kan jij een TikTok dansje? Nee. Jezus, wat een trap, joh, gek. Ik kan niet meer. Zo, aangekomen op het dak. Hoe voelt het, sfeertje? Ja, wat zijn we de uit? De feeling. Wat zijn we uit? We zijn wel uit, hè. Nou, ik vind eigenlijk de view ook wel een beetje tegenvallen. Dit is het. Ik val oprecht tegen. We hebben gelukkig niet de meest winderige dag uitgekozen. Het scheelt ook. Dankjewel voor deze geweldige locatie. Welke cijfer geef jij? Nou kijk, je moet even in je opnemen natuurlijk. Je ziet zo mooi dat groen in de verte. Ja, ja. Water. Gebouwen, boten, ja. Schepen, ja. Auto's, ja. Fietsen. Dit soort opschrijf, ja, ja. Opschrijf even wat ik allemaal zie. 7 min doe ik. Ik geef het een 2. Alle duiven op de dam, shalalali, shalalala. Volgens mij even wat drinken halen bij de Appie en de volgende plek was gewoon gal. Dus ik ga even kijken of ik een smeer nog ijs kan halen en dan ga ik hem proberen te ijzen. Waar de fuck staat het? Ik zie het niet. Ik moet snel zijn. Fuck. Ja, eentje is goed. Wat? Ik moet het ook nog verstoppen. Oké, snel. Oké, ik zit hier binnen. Oké, ik ben op tijd, jongens. Ja? Lekker sapje gaan. Wat dan? Heb je die oprecht? Oh, dit is echt heel. The walk of shame. Dieptepunt in mijn carrière. Oh, er komt ook weer zo'n bootje aan. Zitten er kinderen op? De kinderen doen het thuis niet na. Ja. Zo! Jezus! De vent. Ah, hij is nog niet eens op. Oh. Hij is nog niet op de helft. Hij moet wel op. Ja, hij moet wel. Oké. Okay. Oh. Wat goed. Applaus. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Jij ligt straks in de sloot. Oh, hier ook echt koud. Wil ik dus in de hand. Jongens, zo'n koekjes van het koekmannetje. Ben jij lam? Zo, ik voel me wel, hoor. We gaan lekker eten, want dan ben je minder lang. Of zo, denk ik. Zo werkt het goed. Welke wil jij? Ik wil wel. Wauw, wat een geweldig shot. Ik moet echt foodblogger worden. We hebben ze allemaal gekocht. Cheers, santé. Proost. Geniet er lekker van. Yes. Mm. Eindelijk een goede tip gekregen. We zijn aangekomen op de volgende locatie. De wijnkaart nog niet liggen hier, dus we moeten even gaan vragen. Jongens, we hebben de wijnkaart. Ik vind het echt een hele mooie kaart. Ik vind het ook wel echt inderdaad, het is een goed kaartje. Ik had niet verwacht dat het zo'n mooie wijnkaart zou zijn. Dames en heren, ik heb Volkert even achtergelaten, want die heeft dus geen zin om naar de zaal te gaan. What the fuck? Er staat even een koude lange rij. Ik heb echt maar 3 jurkjes. Er stond zo'n bizar lange rij bij de Zara dat ik heb besloten naar de Bershka te gaan, want ik ging er echt niet op wachten. Dit jurkje vind ik dus echt tering lelijk. Ik snap de functie van dat stukje blote buik niet. Dit is lelijk, het is gewoon, nee, echt not fine. Trouwens, als je geen zin hebt om je broek uit te doen, doe hem gewoon lekker een stukje laag. En je kan lekker passen. Ik heb hem nu toch ook weer in een soort zak gehezen, dat ziet er ook echt... Ik weet dus niet of dit een rok is of een jurk. Maar dit is ook echt, nou, ten eerste zit hij echt, zit er veel en ten tweede, ja,
beetje saai. Godverdomme, kan ik eindelijk eens als excuus shoppen? Heb ik gewoon niks gevonden. Wat een gezeikje, joh. Ik ben in Utrecht Centraal aangekomen en ik moet zeggen, het heeft inderdaad een aardig goed sfeertje. Willen jullie dit concept nou in Utrecht of een andere stad zien? Laat het even weten in de comments en dan zie ik jullie volgende week weer. Jongens, de groetjes. Heel snel weer terug naar Amsterdam. Oh,